maar lang niet ongevaarlijk. Een spoorbaan is geen speelplaats en een trein is geen wals. Als je werkelijk echt wilt zien walsen, walsen dat geen kinderspel is en dat nut heeft, ga dan daar eens kijken. In de walserijen van de... Dagelijks stromen duizenden naar de hoogovens. Niet alleen uit de naaste omgeving, maar van heinde en ver. Meer dan de helft van hen komt uit IJmuiden, Beverwijk en Haarlem. Bij elkaar ongeveer 4000. En nog eens meer dan 1000 uit Wijk aan Zee, Heemskerk, Velzen en Zandpoort. Maar ze komen ook uit Alkmaar, Amsterdam, Heemstede en enkele zelfs uit Den Haag, Utrecht en Den Helder. Maar zoals de arbeiders en beambten uit wijde omtrek komen om er te werken, zo komen de grondstoffen uit nog wijdere omtrek om verwerkt te worden. Terwijl omgekeerd van hieruit de producten naar alle windstreken worden verzonden. De hoogovens hebben een eigen open zeehaven buiten de grote sluizen om. En zeeschepen tot 10.000 ton kunnen direct binnenkomen en aan de kade meren. Ze brengen ijzerertsen uit Zweden, Spanje, Frankrijk, Marokko, Brazilië en andere landen. Alles wordt eerst gewogen en pas dan in de trog van de ertsopslag gestort. Steenkool komt voornamelijk uit onze Limburgse mijnen, maar ook wel uit Duitsland en Amerika. Het is sterk bakkende kookskool die altijd eerst nog moet worden gebroken en gemengd. Er wordt kooks van gemaakt voor de hoogoven. Dat gebeurt in de kooksovens die van boven worden gevuld uit een wagen die bovenop de ovens rijdt. Ze worden met hoogovengas gestookt of ook met kooksovengas. Kooks ontstaat bij droge destillatie van steenkool. Het proces duurt 12 tot 18 uur. Dan wordt de kooks met een reusachtige stempel uit de kamer gestoten. En aan de andere kant in een wagen opgevangen. De kooks mag niet opbranden en wordt daarom geblust. Transportband gaat ze naar de breek- en zeevenrichting. Maar bij de destillatie van steenkool ontstaat niet alleen kooks. Een mengsel van gassen komt vrij, wordt afgezogen en gezuiverd van teer ammoniak en benzol. Al dadelijk wordt de teer vloeibaar en opgevangen. Het gas wordt gekoeld. Met de ammoniak wordt ammoniumsulfaat gemaakt, een waardevolle stikstofneststof. In hoge wastorens haalt men de benzol uit het gas. En wanneer het gas tenslotte in de zuiverkisten de zwavelwaterstof is kwijtgeraakt, kan het aan de Mekoch worden geleverd en aan de omliggende gemeenten. Waar de huisvrouwen er de pot op kunnen koken. In de bunkers liggen kooks, erts en kalksteen te wachten tot ze in de juiste verhoudingen in de hoogovens worden gestort. Hoogovens. Zij vormen de kern van dit grote bedrijf. Hierom draait tenslotte alles. Onder in deze torens bevindt zich een gloeiende, vloeibare massa, als in een vulkaan. Het machtige vuur wordt met hete lucht uit de windverhitters aangeblazen.
Intussen wordt in de giethal alles in gereedheid gebracht voor het ogenblik dat deze kunstmatige vulkaan tot uitbarsting komt. Dat is om de 4 uur, dag en nacht door. In het vormzand worden regelmatige geulen gestempeld waarin straks het vloeibare ijzer zal stromen. Een goot verbindt de gietbedden met het aftapgat van de hoogoven. Hier zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen geboden. De arbeiders beschermen hun voeten. Een helse gloed, dag en nacht, om de 4 uur. En dan wordt het aftapgat weer gesloten. Na enige tijd wordt het pas gegoten ijzer met water afgekoeld. Wanneer het ijzer hard geworden is, gaan de kammen naar de breekmachine. De stukken worden broodjes of ook wel gietelingen genoemd. Hier zijn we in de buizengieterij. De gietvorm wordt van binnen met zand bekleed. Het ijzer wordt van de ene pan in de andere pan overgeschonken en daarna in de gietmachine. Nu wordt de gietvorm in een draaiende beweging gebracht. Door centrifugaalkracht wordt het ijzer over de hele binnenkant van de vorm gelijkmatig verdeeld. De vorm blijft draaien tot het ijzer vast is geworden. Dan wordt de vorm losgemaakt om plaats te maken voor de volgende. Nu moet de vorm eerst verder afkoelen. Dat duurt 1 à 1,5 uur. Pas daarna kan de zandbekleding verwijderd en de gegoten buis uit de vorm gestoten worden. In een persbank wordt de buis aan een druk van 40 atmosfeer blootgesteld om haar deugdelijkheid te beproeven. Na in een oven verwarmd te zijn, wordt de buis met een asfaltlaag en met papier bekleed. Daarna wordt ze gekoeld en is voor verzending gereed. Bergen buizen voor gas- en waterleiding. Kilometers buizen, alweer een belangrijk product van de hoogovens. En bergen schrot. Nee, dat is nu eens niet een product van de hoogovens. Dat schrot wordt van elders aangevoerd om met ruw ijzer en andere toeslagstoffen tot staal te worden verwerkt. De laadmachine vult de oven met ijzer en schrot. De staalfabriek van de hoogovens heeft 5 schoorstenen. Dat wil zeggen 5 Siemens Martin staalovens. In grote staalpannen met vuurvaste bekleding wordt het vloeibare staal opgevangen. Dat staal is wel een beetje heet. En als de arbeiders er zich niet op hadden gekleed, zouden ze het er niet bij uithouden. Uit de staalpan loopt het in de vormen die blokvormen worden genoemd. Ze zien er zo uit
en ze staan in groepen op een plaat waarin zich kanalen bevinden, waardoor de vormen onderling verbonden zijn. Volgens de wet van de communicerende vaten kunnen ze tegelijk in één handeling van onderaf worden gevuld. Ook de staalfabriek werkt dag en nacht. Het blokkenstaal is op zichzelf weer een verhandelbaar product. En de hoogovens verkochten er vroeger ook van. Nu wordt echter alles in eigen bedrijf verwerkt. Maar van gewichten gesproken. Een blok staal van 1000 kilo, dat is nog eens wat. En wat de hoogovens hiermee doen? Kom nu maar eens mee naar de Walserij Oost. Dan zult u het zien en horen. En om u een begrip te geven wat er in zo'n walserij te horen is, zal ik maar even zwijgen. Nu moet ik u toch nog een en ander vertellen. Hier worden eerst zogenaamde strippen gewalst. Voor dunne platen worden de strippen klein gesneden. Na afgekoeld te zijn, gaan de stukken in de strippenoven en komen er gloeiend uit. Op een wijzerplaat kan de dikte worden afgelezen. Walserij Oost levert dunne platen en profielbalken. En nu eens kijken wat er in de Walserij West gebeurt. In deze walserij komen er haast geen mensen aan te pas. Uit de blokoven komt het gloeiende blok oprollen voor de wals. De bewegingen worden van een afstand geregeld. Om een oxidehuidje van het blok te verwijderen, worden de blokken en platen met water onder hoge druk afgespoten. Het blok gehoorzaamt stipt. En als het de vereiste dikte heeft, gaat het door naar de volgende wals. Die geeft de plaat haar definitieve vorm en dikte. Dan wordt ze gemerkt en rolt op haar eentje voort. Ten slotte ligt ze rustig af te koelen. En als ze koud geworden is, wordt ze recht afgesneden. Als de ene ploeg haar taak heeft beëindigd en zich naar een van de waslokalen heeft begeven, staat de volgende alweer klaar om het werk over te nemen. Ononderbroken gaat het werk door. Dag en nacht. Dag en nacht. Zonder. In de grote vergadering van 8 januari deelde de heer Bens van den Berg mede dat het hem zeer verheugde om als coördinator van de Raad van Bestuur een belangrijke gebeurtenis bekend te kunnen maken. De heer Bens van den Berg gaf uitdrukking aan de zeer grote voldoening van de Raad van Bestuur dat met de ministers van Financiën en Economische Zaken overeenstemming kon worden bereikt over de overdracht aan Hoogovens van het pakket aandelen in Breedband NV dat in handen was van de staat der Nederlanden. Aldus kwam Breedband geheel in bezit van Hoogovens en kon het bedrijf met Hoogovens worden samengevoegd.
Met ingang van 1 januari 1965 werd de heer E. van Velen, directeur van Müller & Co., benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Na een afwezigheid bij Hoogovens van 13 jaar betreedt hij thans als commercieel directeur zijn kamer in de directievleugel. Een van de eerste werkzaamheden 's ochtends is het behandelen van de post. Zijn secretaresse, mejuffrouw Rietveld, is hem daarbij behulpzaam. Op 15 april werd in de Dr. Prinsenhal te Heemskerk de toelichting op het jaarverslag gegeven. Een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen heeft het jaar 1964 beheerst. Ten eerste de officiële ingebruikneming van de kaliberwalserijen. Andere belangrijke ontwikkelingen hebben zich voltrokken met betrekking tot onze deelnemer. De heer Bens van den Berg memoreerde voort zonder meer de verwerving van nagenoeg het gehele kapitaal van Demka door Hoogovens, het plan voor een nieuwe warmbandwalserij en het besluit tot de bouw van Hoogoven 6. Dit is het gietijzer voor de 3 miljoenste hoogovenbuis die de buizengieterij op 28 april fabriceerde. De nog hete buis wordt door ingenieur De Jonge, onderdirecteur productie, en door ingenieur Nijhoff, bedrijfschef, genummerd. Op 20 mei wachtte deze 3 miljoenste buis een feestelijk onthaal in Den Bosch. Een hoogovendeputatie droeg de buis plechtig over aan het gemeentelijk licht- en waterleidingbedrijf. Op passende Brabantse wijze bereikte de buis zijn bestemming. Op 11 juni kreeg een groot aantal genodigden gelegenheid om bij de officiële opening van het opleidingscentrum aan de Wenkenbachstraat dit prachtige gebouw met de vele les- en praktijklokalen te bezichtigen. De kantine van het opleidingscentrum is een ruime aula met vele praktische mogelijkheden. De zaal is bij uitstek geschikt voor het afnemen van examens. Ook meer feestelijke gebeurtenissen, zoals hier het uitreiken van de behaalde diploma's, kunnen er plaatsvinden. Waar vroeger de eerste kooksoven stond, schaarde zich op 28 juni een groot aantal belangstellenden bijeen om het aansteken van de nieuwe batterij 2A mee te maken. Ingenieur van der Werf en de heer Teunissen ontstaken met een fakkel de eerste vlam. Waarna een verdiend kopje koffie. Sinds enige maanden heeft Hoogovens een nieuwe installatie in Walserij West die bijdraagt tot een nog hoger kwaliteitsproduct. Deze staalgrit- en verfspuitinstallatie zorgt voor de nabehandeling van gewalste plaat. Een modern bedieningspaneel bestuurt het gedeelte waarin de oxidehuid en eventuele roest van de plaat worden gestaalstraald. De geheel gereinigde plaat wordt onmiddellijk daarna aan beide zijden met een roestwerende verflaag bespoten. Na
Na een voorzichtige sleepreis vanuit Amsterdam begon het moeilijke werk pas goed toen op 10 augustus Casa Marina bij de Arosa San arriveerde. Alle sleperskunst van de firma Goedkoop was vereist om de Casa Marina op centimeters nauwkeurig op zijn plaats te krijgen. De nieuwe woongelegenheid voor ongeveer 240 buitenlandse werknemers was afgeleerd. In de geriefelijke vierpersoonshutten vinden de bewoners alle nodige comfort. De koks in de zeer moderne en praktisch ingerichte keuken leveren de Italianen een smakelijke Italiaanse pot. Het derde woonoord, Eurocasa, ligt in Beverwijk. Dit bungalowpark biedt plaats aan 270 Spaanse werknemers die in 8-persoons bungalows wonen. De recreatiezaal biedt hier ruime mogelijkheid tot ontspanning. Sedert eind 1965 heeft Hoogovens een tweede aansluiting op het spoorwegnet van de Nederlandse spoorwegen. Direct na de overweg aan de Wijkerstraatweg in Velzen-Noord buigt deze spoorlijn af van de bestaande in noordwestelijke richting. Ten noordoosten van de Walserijen voor Dunne Plaat geeft hij aansluiting op het centrale emplacement. Deze reus op wielen is de eerste portaalwagen van deze omvang in Nederland. De gigant heeft 35 centimeter brede banden en een overspanning van ruim 3 meter. Hij kan een gewicht van 27,5 ton tussen de wielen transporteren. De wagen wordt gebruikt voor het vervoer van plakken, platen en rollen van de ene fabrieksafdeling naar de andere. SOS, oftewel SOF of SAFE. Onder dit motto werd vanaf begin november in het Vrijgezellenhuis een veiligheidstentoonstelling gehouden. Ruim 2500 personeelsleden van de sector IJzer en de technische dienst IJzer en Staal hebben hier weer eens kunnen zien hoe het niet moet en hoe wel. Hier bijvoorbeeld 4 verschillende methoden om gas op te sporen. Niet aan te bevelen zijn lucifers. Een pietje gaat zeker van zijn stokje. Beter is de bekende mijnlamp, terwijl dit gasopsporingsapparaat een van de modernste vindingen op dit gebied is. Een quiz drukte de bezoekers met hun neus op onveilige situaties in huis. Groot nieuws werd bekend op 12 november. In de aula van het nieuwe opleidingscentrum deed de heer Bens van den Berg mededeling van een veelomvattend uitbreidingsplan. De Raad van Commissarissen had in zijn vergadering van 10 november goedkeuring verleend aan het door de Raad van Bestuur voorgestelde investeringsprogramma dat beoogt de ruwstaalproductie uit te breiden van 2,8 miljoen ton thans tot een niveau van 4 miljoen ton staal per jaar, welk niveau rond 1971 bereikt zal worden. Het investeringsprogramma omvat de bouw van de tweede ertskade en ertsopslag, de uitbreiding van de bestaande kooksfabriek, de bouw van een tweede kooksfabriek, uitbreiding van de ertsvoorbereiding, de bouw van een tweede oxystaalfabriek, de bouw van een derde blokwalserij, de bouw van een tweede warmbandwalserij en het oprekken van de capaciteit van de koudbandwalserij. Dit investeringsprogramma is het grootste waartoe in het bedrijf als één geheel werd besloten. Bij dit project hoort ook de bouw van Hoogoven 6. Deze schiet goed op.
De wapening van de ondersteuningskolommen is reeds te herkennen. Samen met de bouwkosten van Hoogoven 6 wordt het totale plan geraamd op ruim 1 miljard gulden. Gaat het werk door. Dag en nacht.
en nacht. Zonder